heb meegedaan aan de Q Academy omdat ik eigenlijk mezelf een beetje als radiopresentator of radiomaker in hart en nieren zie. Ik heb een professionele bachelor radiojournalistiek nu. Ondertussen presenteer ik ook al enkele maanden mee op een studentenradio. En ja, ik vond het toch een beetje tijd werd om zo'n stap te zetten naar een iets groter, gezelliger, iets hoger niveau. Vandaar. Het is gewoon echt lastig om een goede opleiding te vinden en ja, ofwel moet je nog eens 4 jaar naar het RIT, ofwel wil ik het bij Q graag te doen. We proberen een beetje te kijken naar vooral eigenlijk de manier van spreken. Zo. Van hoe spreekt iemand? Het moet wel een mooie stem zijn, maar het moet vooral wel zo goed klinken en ergens een gevoeldheid hebben. Zo. Dat je zegt van, die hoor ik wel ooit op de radio, ook al is het niet alles perfect. Zo. We hebben eigenlijk eerst een papiertje gekregen en daar stond dan een tekst op. En van mij ging dat over Tiger Woods. En dan moesten we dat inlezen en dan kregen we daarna nog zo'n kaartje waar dat dan op stond, bijvoorbeeld Paas of Lady Gaga. En dan moesten we uitleggen wat we daarover wisten om zo spontaan mogelijk eigenlijk alles te vertellen. Wat we daarover wisten in een half minuut. En sport kunnen praten tegen iemand, niet zomaar in de pijlen, maar ja. Je moet ook persoonlijk iets kunnen vertellen. Ja, dat je niet het gevoel hebt van die is nu echt een tekst aan het voorlezen met alle haperingen erbij, want je mag haperen, dat is geen probleem, maar je moet wel tegen een mens babbelen of kunnen babbelen. Of de indruk geven bij je. Willet al jurylid op de uitspraak, maar ook op. Je bent op zoek naar een ruwe diamant. Dus mensen moeten ook improviseren, ze moeten de tekst lezen. Maar dikwijls merk je ook in een improvisatie of daar potentie in zit. En ik heb vandaag al heel leuke dingen gehoord. Het is natuurlijk schrikken, het is meteen op de man af. Je trekt het woord en je moet direct een minuut over. Bij mij was het nu Facebook. Dat is eigenlijk nog een voor de hand liggend onderwerp, dus het viel eigenlijk wel best mee. Ik had het puur drogeers. Het is natuurlijk iemand waar je om meer dan 30 seconden over kunt vertellen, dus dat viel wel best mee. Er zijn soms die het heel goed doen, maar er zijn ook soms mensen waarvan je denkt van oei, dat is toch wel, daar is toch nog veel werk aan, zo qua manier van spreken. Zwaar, hè? Ja, dat is het. Binnen de 10, 15 seconden hoor je of er potentie is, meestal. En ik heb al heel verrassende dingen gehoord. Het doet ons heel veel plezier, omdat het beroep van Q-DJ is eigenlijk een knelpuntberoep. Het is niet dat er 10.000 mensen rondlopen die dat kunnen. Je moet en kunnen praten, je moet ook technisch onderlegd zijn en je moet van een aantal markten thuis zijn. En het is heel fijn om te merken dat er jonge mensen zijn met nog een gevoel voor radio of toch een potentie voor een gevoel voor radio. Een Q-DJ onderscheidt zich van alle andere DJ's door 1. Het feit dat er meestal een hoek af is. Ten tweede dat hij houdt van de muziek die we op Q spelen, dag in dag uit. En ten derde, hij moet ook voeling hebben met diegene waarvoor je het doet. Je zit hier wel anoniem in een studio, maar er is een massa publiek. En om daar als DJ mee om te gaan, ja, daar heb je een aantal Q-factoren voor nodig. En daar zijn we vandaag naar op zoek. Ik heb vorig jaar ook meegedaan aan de Q Academy. Ik moest dan ook op gesprek gaan en we zullen zien hoe dat afloopt. Hoewel dat Dekkers heeft gezegd van ja, het is eigenlijk nog niet echt officieel, het is eigenlijk een informele babbel. Maar toch, iedereen zit daar zo van, oh, wat moeten we nu eigenlijk juist doen en wat moeten we zeggen, moeten we ons eigen verkopen of niet. Dus het is eigenlijk nog echt afwachten totdat we binnen mogen en dan daarna op de mail wachten of dat we erbij zijn of niet. Ik moet dadelijk wel op gesprek bij Erwin Dekkers, maar ze hebben mij gezegd dat dat vriendelijke mens is. Dus ik ben niet echt heel zenuwachtig, alhoewel ik ook wel weet natuurlijk dat er nog een heel aantal mensen moeten afvallen. Dus maar we zullen wel zien wat het wordt. Hè. Over mijn muziekkennis, wat ik graag hoor, wie ik het liefste hoor op de radio, wie ik wat minder tof vind ook. Ja, eigenlijk hoor van alles, maar toch heel radiogericht. Je kan wel tips krijgen, je kan gecoacht worden, maar op een gegeven moment is daar het moment van de waarheid dat de aap uit de mouw moet komen. Het moet eruit komen en dat krijg je alleen door het te doen en door te oefenen en door jaren te oefenen. Ik heb er 25 jaar over gedaan, weet je wat, en dat is niet iets wat je op een week leert. Ja, het is heel spannend. Als je dat heel graag doet, dan komt dat eruit. Believe me.